We gaan naar een Valk. En volgens mij heet die Content Cabrio. En hij is uit 2000. Nou, keuken. Keuken. Mooie keuken, lekker ruim. Accu's. Nou, die accupolen zijn niet afgeschermd. Bij mij is plus en min is rood-zwart en hier is alles rood. Sorry. Wat zei je? Ik had even vragen over die boiler, maar die had hij er zelf in gezet. Echt? Ja. Ja, dan zal er niet vanzelf in komen, toch? Nee. Rust. Rust, ja. Brandstofpomp is kapot. Brandstofpomp, ja. Ja. Wat zien? Ik zie jou, denk jou steeds zo gereinigd gaan kijken. Ja, dat zijn net even die dingen die je dan niet wil als je zo'n zaterdag start. Ja, sorry hoor, maar ik loop die boot een beetje af te zeiken, maar dat is ook de bedoeling, hè? Ja, natuurlijk. Nou, we zitten weer in de auto. Ja. We zitten weer in de auto. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. We gaan voor een... Valk. Valk kijken. Ja, van een Content 1200 AK. Zo, die hebben we nog wel verstand van. Ja. Ja, het blijft toch een beetje het type boot wat ik... Ja, Valk is een beetje Diana ja, er... Ja, dat is wel mijn ding. De boot, ja. Zeg maar. Ja. Het is wel een beetje vroeg, mijn ogen zijn nog een beetje klein. Ja. We komen hier dus ook... Dus rij ik. Ja. Ja. Hier zie ik ook allemaal jachthavens. Martin, onze fan. Ja. Samen met zijn vrouw Jolanda. Die heeft ons gebeld of we eventjes mee willen komen kijken naar een valk. En dat doen wij natuurlijk gewoon, hè. Als wij mensen kunnen helpen... Dan waarom doen we niet? Dat graag. Waarom niet? En ja, we hebben tijd en bootjes kijken is leuk. Dus, wij doen het tussen de bedrijven door. Wel ja. Het. Wel ja. Het. Komt dus, goed, we hebben er zin in. Het is beter als een boot in de zak kopen. Ja. Een boot in de zak. Nou, we zijn er bijna. Ja. Ja, en deze boot die ligt te koop bij jachtmakelaarij Smits. En die zijn bij ons al vaker voorbij gekomen met de... Barbo. Barbo. De mooie blauwe nieuwe mooie boot. Blauwe nieuwe boot. Eerst gesignaleerd voor het eerst bij Boot Leeuwarden. Ja, bijna bij elke beurs ja. Komen ze voorbij. Ja. Dus, Harm en Gerda. Ja. En dit is Ivo, heb ik begrepen. Ja, Ivo. Dus Ivo. Nou, we gaan het zien. Ivo. Niet ja. Ivonie. Nee, Ivo niet, hè. Ivonie, hè? Ivonie, die had je vroeger, Ivonie, hè? Ja, dat was weer een heel ander verhaal. Dus ja, we zijn er bijna, dus... Rechts naar de parkeerplaats. Oh, Campers Watersport. Nou, leuk, allemaal bolten. Je bent de parkeerplaats voor je bestemming opgegaan. Hoe is het? Goed. Oh, helemaal gehaald? Ja, nee hoor. Wat een eentje rijden of niet? Nee hoor. Niet? Even kijken hoor, 55 minuten. Ze lopen net al naar die boot toe, want ze vonden het een beetje koud. Oh, ach, jee. Nou. Dus, maar nou, ik ben koud. Benieuwd. En je hebt je landen thuis gelaten? Nee. En de valk stond niet ingepakt? Sorry? De valk stond niet ingepakt. Nee. Die vakantie. Oh. Nou, we zijn benieuwd. Nou, we zijn er. Ja. Wat voor boot gaan we kijken, Martin? We gaan naar een Valk. En volgens mij heet die Content Cabrio. En hij is uit 2000. Ja. En daar gaan we naar kijken. Ja, oké. Okay. Je bent verliefd? Nou, ze zeggen altijd als je een boot wil aanschaffen, moet je niet verliefd worden. Want verliefd worden is ook betalen. Ja, ja. En ik heb jullie gevraagd om even mee te kijken. Ja. Want ik ben wel een klein beetje technisch onderlegd, maar... Niet zoals dat jij dat bent, oh. Dat geeft mij meer het gevoel van, ja, kijk even mee. Ja. Want het is natuurlijk een schip wat je aanschaft, dat kost best wel geld. En het moet natuurlijk niet daarna ook nog eens een keer heel veel geld gaan kosten om plezier te blijven houden op je bootje. Nee, precies. Dan moet je niet blijven. Dan gaan we... Je wil varen.
ik wil natuurlijk zomers best wel veel op het water zijn. Dus vanaf de boot naar het werk. Ja. En dan, de kinderen hebben toch in voorlopig geen woning. Dus dan worden we eigenlijk uit huis gejaagd. En dan is dat wel lekker als je dat op een leuk schip kan doen. Oh, je laat nou, hier ligt hij. Ik zie hem al, de Black Girl. Is dit hem? Dit is hem. Oh. Ja, dit is hem. Oh, nou, je kan in ieder geval je was ophangen. Hè? Dat had ik er toch afgehaald eigenlijk. dat wordt het eerste wat er afgaat. Ja. Nee, joh. Het is een beetje glad, hè? Ja, dus denk om. Het is je... Nou ja. Ja. Ik ben er nu voor de tweede keer. Ja. En dan valt hij me toch niet echt tegen. Ik weet dat er hier wat roest zit. Dat de onderkant moet nog een keer. Het moet wel geschilderd worden. Zie je? Ja, hier zit wat. Ja, maar die rand moet eraf, hè? Ja. Want anders. Anders krijg ik het niet voor elkaar. Nee, die moet even aangepakt worden. Ja, maar goed, zo'n rand eromheen vind ik niet gewoon boutjes, hè? Die kennen gewoon af. Ja, die kennen gewoon af, ja. 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 Nee, dan kan die gewoon geschilderd. Dan kan alles weer terug. Ja. Model is mooi, hè? Ja, daar val ik uiteindelijk op, hè? Model, daar val ik. Nou, dat is toch mooi? Daar val ik je. Uiteindelijk op. Ik word alleen van model al. Ja, ja. Ja. Ja, en hij is volgens mij van binnen helemaal geïsoleerd met pir. En dat dubbel glas erin, dus ja, weet je, het is... Ja, maar dit is... Is dat dubbel glas? Ja, dubbel glas. Deze ramen volgens mij ook allemaal. Dit is allemaal dubbel glas? Ja. Oh. Tenminste, dat dacht ik. Dat zeiden, maar volgens mij wel. Oh. Oh, lekker breed gas worden. Ja. Ja, ik ben alvast even. Ja, sorry, ik was er al. Ja, het blijft gewoon toch wel dingetje. Ja, maar even buiten, even een rondje lopen. Ja, er zitten hier en daar nog een plekje, zie ik hier ook. Ja, hier zit ook een flinke... Flinke buts. Ja. Hi. Ja. Valkkruiser content 1200. Ja, ik heb eigenlijk dat trappetje vorig jaar ook niet goed bekeken. De Black Pearl, dat is van die film is dat, hè? Ja, ja, nou daar ben ik niet die acteur van, hoor. Nee, de Black Pearl. Ja, eerst maar even van naar voren, Martin. Ja. Even voorop kijken. Nou, we kunnen wel de touw en land vast, kunnen we wel aan vastmaken, zie je. Lijnwagen liggen al klaar. We kunnen hem vast schoonmaken. Oké. Okay. Nou, ankertje, venderbakjes. Ja, maar de anker hangt er natuurlijk aan de zijkant, dat doe ik ook niet. Ik kan niet zien. Maar de prijs was? 119. Maar ik heb natuurlijk al wel al gezegd dat ik niet meer ga betalen als 100. Sowieso niet. Oh ja. Dus het is onze taak om 19.000 euro eraf te lullen. Nee. Dat heb je al gedaan? Ik heb dat al gedaan. Oké. Okay. Dus ik ben al, want er zit natuurlijk wat schilderwerk aan. Ja. En we zitten natuurlijk met een DAF-motor die wat verouderd is. Ja. Dat is een motor 2000 en er zit een DAF 615 in. Ja, dat is goed, ja. Ja. Maar in principe is dat goed, maar het is natuurlijk wel een oudere type motor. Ja. In een boot die uit 2000 komt. Dus dat was mijn dingetje ook een beetje. Ja, maar DAF krijg je ook niet stuk, hè? Nee, dus dat... Ja, dat is ook weer een dingetje, hè? Is ook weer een dingetje. Ja. Dus wat dat betreft maakt het me niet uit dat die DAF erin zit. En dan zal die iets meer herrie maken als een nieuwe motor. Ja. Maar, ja, het is wat het is. Ja, rook ook wat meer, hè? Ja. Ja. Alleen, maar het is volgens mij alleen maar starten, hè? Een beetje gas erin, dan is het weer weg. Nou ja, we gaan even verder kijken. Ja, hij is ook niet echt... had ook niet echt een vaste hand met verf. Nee, het is... Het is geen Steady Hansen, nee. En hier een paar opbergbakken. Daar weet je. Het is wel een groot zwempelatoon, moet ik zeggen. Daar beneden, ja, dat is wel fijn, ja, zwempelatoon. Ja. Daar beneden zie ik de dop van de vuilwatertank. Ja. Om eruit te pompen. Ja. Ja, daar zit ook een buitendouche op. Ik vind die trap niet heel erg handig, vind ik. Om naar beneden te gaan. Nee, nou, normaal zit er de trap in de midden. Ja. Normaal, zeg maar. Maar goed. Ja, maar ja. Ja.
Oké. Okay. Het kan. Het kan. En de kap is voor mij ook nog wel goed. Ja, die kap, dat ziet er nog netjes uit. Ja. Nou, de stofzuivers zijn klaar. Ja. Zo. Nou. Ja, dit gaat terug in de tijd voor jou, Erik, denk ik. Ja, dat is een beetje eenvoud, hè? Ja. Ja. Oh. Marifootje. Ja, het is ook allemaal snoertjes nog een beetje los. Ja. Ja, hè? Ja, de binnenkant van de kap is ja, wel... Tent, ja, die ziet er wel mooi uit. Ja. Ingebouwde ruitenwissers. Ja, dat zit erin, hè? Zie je, moet je via het plafond moet je daarbij. Dus als je er als je iets voor moet vervangen, moet je het plafondetje loshalen. Ja, zo het plafondetje. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, waren er ook. Ja. En hoe vinden jullie het eigenlijk? Ik vind het wel mooi. Ja? Rivo van? Van Smitsjachtmakelaarij. Oh. Ah, ik had al gezien dat hij een zoon is van. Hallo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat wij Ivo hier spraken, en ik heb later ook, ik heb je ook teruggebeld volgens mij, even superverkoper. Ja, eerlijk gezegd. Ja, maar superverkopers hebben we niks nee, van, hè? Nee, maar gewoon daar moeten manier... we ons eigen voor waken. Ja, maar eerlijk, zoals hij... maar zoals hij is, weet je, het vertelde, het uitlegde. Het is wel, kijk, als je voor een boot gaat kopen... Dan is het wel belangrijk aan de makelaar. Ja, dat hij je lekker in de zeik neemt. Nee, ja, in de zeik, maar wel op een mooie manier, Erik, toch? Ik bedoel, ja, oh, jij, als je iets wil verkopen... Jij wil lekker genaaid worden. Nee, ik wil... Nou ja... Ja, dat is Jolanda. Op zich is het natuurlijk wel, als je je vak verstaat. Ja. En dat mag je ook wel zeggen, toch? Af en toe. Ja, want je vertelde net... Dat jullie in Frankrijk waren laatst? Ja, in Strasbourg zijn we geweest. Dan ben je bootwezen kijken naar Aquan. Het was vijf voor twee lunchtijd en toen moest je nog even wachten. Ja, dat kan niet. Ja. Nee, dan ben je al sowieso... Dan had ik al een heel gek gevoel. Dat ik dacht, joh, je wil een boot verkopen. Wij komen uit Nederland. Ja, we kregen nog niet eens een kopje koffie. Oh, nee, en toen zei ik gelijk tegen Martin, nou, dan heb ik al geen goed gevoel. Nee, oh, hier staat de koffie klaar. Nee. Nou ja, de bussen staan er. Gemaakt, dus, er staat niks meer in. Hebben ze wat vorige keer stonden er inderdaad nog wel wat op? Ja, vorige keer waren ze ook nog regelmatig aan boord aan het slapen. Ja. Dus de hele koelkast nog vol, maar die hebben ze ook. Jammer, dus we krijgen ook geen ontbijtje. Nee, hier niet. Nee. Sorry. Nee. Ja. Nee, maar is dat een beetje mee omdat hij al veel schepen heeft gehad. Ja, maar is dit van dat, hoe heet dat merk? Ja, dat klopt inderdaad. Oh, een beetje een foute serie ramen inderdaad. Foute serie, joh. Ja, hier zo in die ramen komen die rubbers eruit. Kun je even zien. Ja. Al die ramen moeten eruit. Plasman, scheepsramen. Zeg wel plasman. Nee, was het buiten? Ja, buiten was koud. Ja, en dat moet natuurlijk geschilderd worden. Ja. Ja. Dat wisten we. Maar ik ken wel een beetje verven, Martin, dat niet. Nou, schilderen kan ik wel. Verven, vingerverven, dat lukt niet. Steeds wordt steeds moeilijker. Maar schilderen kan ik wel. Maar ik denk, misschien dat ik het uitbesteed, maar dan is het meteen helemaal goed. Maar dan is het ook, als je zo'n boot laat schilderen, is het gewoon 20.000, 25.000 euro. Ja. Als je het helemaal... En misschien doe ik het wel zelf, want ik ben natuurlijk nu op school en ik ben, we hebben meer vakantie. Heb je meer vakantie? Ja. Ja, je moet er wel echt even tijd voor vrijmaken, hoor. Ja. Maar het is nee, het is niet in een weekje gebeurd. Nee. Maar we hebben geen loodsrecht, we hebben een hele nieuwe... lood, waar loods. Je in kan liggen. Ah, liggen. Waar kan binnen liggen, daar dus. En als ik dan... kijk, als ik dan 3 dagen de tijd moet schilderen, ik hem wel. 3 dagen. Ik denk dat het even schuren is. Ja. Maar kijk, weet je, je kan het inderdaad uitbesteden. Maar als je het zelf doet, is het een stuk goedkoper. En als je laagje voor laagje doet, 2K-coating. Ja. Ja, dan kan je ook wel heel mooi resultaat krijgen. En redt hij dat in 3 dagen dan? Nee. Nou, het verven moet wel in 1 dag. Ja, het moet in 1 dag. Ja. Nou ja, per helft. Ik zou de roestvlek in ieder geval stralen. Ja. Want dan komt het niet meer terug. Nee. Ja. Je hebt van die kleine straalmachientjes, hè? Ja. Ja, maar ik weet niet of dat bij ons in de loods kan. Dat zou dat kunnen. Dat moet ik even navragen. Als de buurman aan het verven is. Ja, nee, er gaat één boot tegelijkertijd de loods in, hè? Oké.
Ja. Nou, keuken. Keuken. Mooie keuken, hè? Lekker ruim. Ja, koelkast. Oh, oh zo, ja, de grote. Dat is wel goed, hè? Kan even wat drank in. Een oventje. Dus voor broodjes af te bakken. Ja. Geen vaat wassen. Nee, volgens mij niet. Oh. Moet je de hand afwassen. Wel mooi laden, vind ik. Ja. En dit blijft ook mooi, hè, die kasten. Heb je nog een luikje? Blijft wel mooi af. Verwacht, hè. Je legt de boegschroef. Je legt het was. Ziet er goed uit. De biel is droog. Het is ook niet verrot of zo. Dus ja. Prima. Ziet er mooi uit. Ja, in isolatie. Wat ik. Nou, het plafondetje is ook netjes. Ja, het is allemaal wel een beetje vochtig, maar, ja, maar dat is normaal, hè? Het is natuurlijk, hij staat aan. Oh, dat is ook netjes, zeg. Ja, helemaal top. Hier een hutje. Dat is prima. Ruikt ook prima. Ja, hier zitten ook al die raamrubbers, die komen er allemaal uit. Ja, zonde hoor. Ja. Mooie matrassen trouwens. Hier ook al die rubbers eruit. Ja, dat is nog wel werk hier hoor. Al die ramen eruit. Wij hadden toen de tijd op de Valk. Ja. Hadden wij ook een offerte, weet je nog? Dat we de, alle ramen zouden vervangen. Ja. Zeg maar die poortjes en de ramen, weet je nog? Ja. Daar hadden wij ook een offerte voor. Ja, ja. En uiteindelijk hebben wij dan de ramen mee gedaan. Ja. Kudo's, ja. Die ramen. Ja, klopt. Maar wij hadden dit eigenlijk ook. Wat is het? Ja. Het is niet vochtig of zo? Nee, het is niet vochtig binnen, hè? Hier zitten ook worretjes bij. Het ruikt ook niet vochtig trouwens. Nee. Nee, ik ruik niks. Maar wat je wel ziet, vind ik. Het mooiste is dat je. Wij hadden toen de eerste keer had je hier heel veel vocht, maar dat is niet zo, hè? Nee. Het is niet vochtig binnen, hè? Nee, nee. Wat is dat? Oh, wel, nee, dat net de wc. Oh, dat ziet er wel leuk uit, zeg. Mooie wc trouwens. Ja. Die is mooi. Een kastje. Nou ja, het is wel lekker. Ja, strak gewoon. Ja, douche. Ja. Ja? Ja. Nou, ik kan hier gewoon staan. Ik dan. Ik denk dat Martin zijn nek een beetje scheef moet houden. Goed, nou, hij hield wel van deze. Makkelijk douchen. Hier ook een. Ja, mooi hut. Ja. Lekker ruim. Ja. Het is wel crème la crème van de boot, hè? Ja, het is, je kan wel wakker worden met uitzicht. Ja. Hè? Ja, meestal, dat is wel lekker, hè? Omdat die timmering zo donker is. Ja. Dat je zo'n groot raam hebt hier. Want anders is het wel. Ja, Mahoney is heel mooi. Maar ja. Maar een paar kleine partijsporten hebt, dan kan het wel heel donker worden. En wat zit er onder bed? Een bergruimte. Mag ik tot kijken? Ja, ja. Dus ja, ja. Geen laders, maar dan moet het. Zit er ook nog een hekschroef in of niet? Nee, alleen boegschroef. Alleen boegschroef, ja. Nou ja. Ruim zaad aan hier zit de ontluchting van. Zo'n tank of zo? Geloof ik wel, ja. Is dat een watertank of. Ja, ik denk dat het maar een tank is voor de motor. Ja, oké. Okay. Ja, ik zag ook een. Ja? Zo heel apart, is dus in de verwarming onder het bed. Ja. Ik krijg een lekker warm bed. Ja, ze hebben ook cv aan boord. Ja. En een boiler, dus. Dan gaan we zo even kijken. Ja. En hieronder, wat zit hieronder? Dat je daar een beetje douchepompje ziet. In de schroefwas. Ja, het pompje van de douche en daar. Er staat wel wat water in. Ja. En dat is de douchepomp. Ja. Een klein pompje zit erin. En wel even bakkie. Ja. En hier zie je ook eigenlijk de vetsmering zitten dan. Ja.
Ja. Ja. Ja, een klein nippeltje erop. Ja. Dat is vet gesmeerd. Ja. Ja, in de pakking hebben we nog zoveel ruimte, dus er moet wel een pakking erbij. Ja. Die bus is zo lang, ja, het zit al bijna op het eind. Dan kan je prima eten. Dus, maar voor de rest... En hij moet er goed erg in hebben, Martin. Je moet goed erg in hebben dat je... Ja, dat is ook helemaal niet leuk. Dat je hier wel vet in douwt, hè? Ja. Ja, dat had hij met die anders dat er vet komt in een water gekoeld. Ja, want deze is vet gesmeerd, hè? Ja, mooi of zo. En gewoon met zijn pomp, toch? Ja, 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 ja. Op het nippeltje. En de vetpakking is bijna op. Ja. Dus als je op de werf bent, moet je ze er allemaal uithalen. En een nieuwe vetkoord erin. Allemaal nieuwe vetkoord erin. Ja. Ja. Maar dan moet hij er dan eruit, ja, hè? Een leuke. Ja, veel sneller. Lijkt me wel. Een beetje snel kan ook. Ik weet niet hoe snel je bent. Ik heb het op mijn eigen wel heel snel gedaan. Ik dop eraf. Ja. Gewoon die vetkoord heb gedaan en toen teruggedraaid. Ja. Oké. Okay. En waar is de machinekamer? Of in hem achter, Erik? Ja, achter vind ik hem goed. Ja. Ja, dus je kan slapen. Ja. En je hebt een lekker warm bed, hè? Want de kachel zit erin, hè? Oh, echt? Heb je ja, dat gezien? Ja, ik wel. Ik let overal op, hè? Ja, maar wat voor kachel was het? Er zit gewoon een radiator in. Ja. In je bed. Oh, dat is gewoon verwarming. Je krijgt lekker warm bed. Ja, zomers. Dat echt nodig is, maar. Ik denk het niet, nee. Ja, dat is niet allemaal gedaan. Want hier zit roosters. En die trapt ik niet open. Oh. Dit af. Ik weet niet wat het is wat hier ligt. Ja, daar zit er wel aansluiting op. Ja, voor mij is dat dezelfde cv-ketel aan, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. En die wordt gevoed door diesel ook, hè? Ja. Ja, en een klein beetje elektriciteit op een soort. Nou, een raar ding, joh. Nooit gezien. Nee. Het is ook eentje met een natte uitlaat. Dus, ja, hij is nu windklaar zeker, hè? Ja, dat klopt. Lekker nat. Okay. Nou, nieuwe wierbak erin, want deze die. Dat mensen. Nou, alleen die is de deksel kwijt. Ze hebben een plexi erop gemaakt. Ze hebben ze plexiglas opgemaakt. Dat kan niet, hè? Er moet gewoon een originele deksel op. Ze moet een nieuwe wierbak in. Ja, dan weet je wat het is, maar het is een pruts altijd, hè? Ja. Oplossingen voor oplossingen. Ja, en ik stel Martin fijn dat je. De krukaskering is droog. Ja. De notering zo hier. Druk, hè? Allemaal troep. Wel vol, ja. Allemaal troep. Er zit daar een vet smeerapparaat, waar is dat voor? Voor de soevas. Ja, maar er zit geen hendeltje op. Dus je kunt het niet aan draaien. Er zit geen hendel op. Een beetje moeilijk smeren dan. Zit er niet, want ik zie daar naast de ketel hangt een raad op. Is hij daarvoor zeker? Zou zo maar kunnen. Hij mis alleen het bovenkantje. Nou, hier is aan de brand blussen. Zal ik even navragen hoe die eigenaar dat doet? Daar zit hier een voortje. Een plantje. En die kachel ook heel. Ik snap niet dat ze dat zo erin gezet hebben. Of die, ja. Ja, ze hebben gewoon zo'n ding gekocht en erin gekwakt. Waar die daar zit, dat is van de uitlaat, toch? Ja, dat klopt. Hier zat een boiler. Een beetje zwaan daar, zeg maar. Daar loopt dan ook het water in. Ja, maar hier zat een boiler. Ja. Maar die werkt niet meer. Is afgesloten. Ja, is dat niet voor de winter gedaan? Nee, dat denk ik niet, hoor. Nee, dat is een oude boiler. Oude boiler. Kijk, waar zit die oliepel? Aan die kant. Ja. Een klein draadje in. Dit, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, oh, die ziet er wel redelijk uit. Alleen de pijlstok moet vernield worden.
helemaal last van. Hier lag een draadje los van de temperatuursensor, dus die gaat niet werken. Dus dat zal ongetwijfeld kapot zijn. Ja, wel. Ja, maar ik ze hebben die motor net ververst, want die olie kan nooit zo blank zijn. Hij is hier helemaal zwart en die olie is helemaal blank, dus ze hebben dat ding net ververst. Dan moet ik even navragen, maar dat weet ik niet zeker. Maar. Ja. We hebben hier een koppeling. En die koppeling kun je er niet bij omdat die kachelduim natuurlijk boven staat. Nou, je kan helemaal niet bij de koppeling. Die koppeling zit daaronder. Ja. Ja, maar dit is gewoon. Dat is gewoon provisorisch, hebben ze dat ding erin gedouwd. Ja. Er moet gewoon een andere kachel in. Die kan gewoon niet. Hier staat gewoon los. Dat is een. Dat is geen kachel. Dat is de boiler. De zesde boiler. Die hebben ze gewoon los erin gezet. Want die andere boiler die ik net gezien heb, die was kapot. Oh, dat zie je, dat zei je, dat die afgesloten was. Ja. Dus eigenlijk zou die boiler daar niet hebben een moeten. Provisorische boiler erin gezet. Maar nu wil ik alleen nog weten waar die kachel zit dan. Nou, hier staan de accu's. Hier staat ballast. Dat accu's. Nou, die accupolen zijn niet al verschermd. We hebben een houtplaatje op. Hè? We hebben een plaatje overheen. Nou ja, kijk, bij mij is plus en min is rood-zwart en hier is alles rood. Dus ze hebben ook met de kabels lopen klooien. Dus op de duur weet je niet meer wat plus en min is, hè? Je zet er alleen maar rode kabels op. Ja. Dat kan niet, hè? Het zijn echt prutsers geweest. Er zit helemaal geen minkabel op. Het is allemaal rood. Zelfs moet getaped worden. Ja, dat kan niet, hè? Ja, die kachel weet ik niet of die het doet. Ja, dat is een kwestie van opstarten, hè? Kachels. Hier zat ook nog een kachel. Ja. Generator zit er niet in, hè? Nee. Oh, die is voor jou, Martin. Ja. Nou ja, er is hoop ingezet, maar het is allemaal provisorisch erin gezet. Ja, dat is inderdaad niet door de werf. En ik ken niet eens de koppeling peilen, want dat ding staat er bovenop. Dus, ja. Ja. Voor mij mag hem starten, dan kan ik even luisteren. Moet ik even vragen, hij is wel niet klaargemaakt hoor. Dan moet ik hem even openzetten. Hij is weer niet klaargemaakt? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Als je niet kan starten, dan. Ja. Ik wil dat ding horen. Hè? Ja. Want als jij vandaag een besluit wil nemen, dan moet wel die motor gelopen hebben. Moet die wel even lopen, ja. Dat is wel belangrijk. Ja. En we zijn van de passen. Dus. Ja, het is een beetje veel veranderd, hè? Dus eigenlijk het, ja. Dat noemen ze nou eerlijk een schoon schip maken eerst. Ja, maar die kan gewoon niet. Die boiler moet eruit. Ja. En wat zie je daarvoor buiten? Dat is je vlakkoeler hier beneden. Vlakkoeler?
Ja, hier zit een, dat is een tegenstroomkoeler. Ja? Die, En die gaat er een motor in? Er zitten allemaal buisjes in en ja, die kan vol zitten met troep. Ja, waterdop is goed. Hè? Wat zei je? Zo ken die klets die vrouw, hè? Ja. Wat is je eerste indruk? Ja. Moet een nieuwe boiler in? Ja. Dit kan niet. Die boiler moet daar weggesloopt worden. Ja, die moet eruit. Er moet gewoon een originele boiler erin. Want mensen prutsen maar wat, hè? Ja. Dus, ja. Daar die ontluchting, je kan er niet bij. Dus je moet die buis moeten weg? Omdat die die moet je anders laten lopen, hè? Inwendig gewoon. Deze dingen die moeten gewoon hieruit komen, hè? Ja. Ze moeten een slang hier doorheen. Ja. En dan kan je gewoon je trap eruit halen. Yes. En dan kan je eventjes, even die motor peilen. Ja. Dan moet je elke morgen dat luik eraf halen. Nee. Ja. Ja, elke keer als je gevaar dan tuk je olie weer bijlen. Ja. Ja, wat ook mensen doen is hier een klein luikje maken, hè, dat je erbij kan. Ja. Dus dan doe je hier een stukje uit. Ja. Hè, en dan 's ochtends kan je even dat kleine luikje oplichten om even die olie te peilen. Dat is misschien ook een idee, ja. En dit pompje is om te verversen. Ja, dat is om bleekzuigen. Dus dat zit er wel allemaal op. Maar het is één grote pest, zou je allemaal leren kammen en troepen en weet ik veel wat. Ja. Ja, een provisorische bak. Ja, hier hou om het een beetje in orde te maken. Hier, met boiler erbij. Ja. Ik denk 2000 euro. Ja, dat denk ik zeker. 2.000-3.000 euro. En dan die accukabels moet even vervangen of een ander hoesje omheen doen. Om tapen. Ja, en dan nog even kijken hoe die motor loopt. Ja. Ja, blijkbaar. Is je meneer even aan het bellen? Er zit een nieuwe startmotor in ieder geval op. Ja, die is eigenlijk aan het glimmen. Maar even kijken hoe of wat. Nou. Nee, Martin, ik denk dat je hier toch wel een gouden nieuwe boiler, kabeling, dit er allemaal uithalen. Ja, verwarming even aanpassen zodat alles open kan. Ja, verwarming en kijken of die werkt. En, Ja, ik denk dat wel 2.000-3.000 euro gaat hierin zitten. Dus hier. Dat moet sowieso Een nieuwe wierpot. Wierpot moet erin. Ja. Met een originele deksel erop. Ja. Ja, misschien dat je nog zo'n originele deksel kan vinden. Sorry. Wat zei je? Ik had even vragen over die boiler, maar die had hij er zelf in gezet. Echt? Ja. Ja, dat zal er niet vanzelf in komen, toch? Nee, inderdaad. Nee, maar dat is dus. Dat zijn een aantal dingen. Ja. Dan kan je dus zien dat dat niet door de werf gedaan is. Prus. Zoals we op elke boot tegenkomen. Praktisch gedaan. Jij kan er niks aan doen als makelaar, maar wij komen altijd van die geprutsen. Nou, ik denk dat het vaak veelal is omdat ze dan zelf zo snel mogelijk iets erin willen hebben en dan niet verder nadenken. Ja, maar een boiler kan je gewoon halen, hè? Ja. Dus als ik nu bel, heb ik vanavond een boiler, hè? Ja. Maar ja, zij. Alleen vaak moet er ook nog een monteur aan vastzitten. En die heb ik dan ook. Toevallig. Kijk, hij had ook voor besloten om aan boord te wonen en dan is het wel. Ja, heel fijn dat je gewoon een hele grote boiler aan boord hebt. Ja, maar je hebt ook als je alleen woont, heb je genoeg aan de 60 liter en die kan er makkelijk in. Ja. Weet dat die wierpot niet klopt, dat zie ik ook wel. Want ik denk van ja, er moet dan een wierpot in. Maar niet wetende dat uiteindelijk dat een boiler dan is. Ja. Snap je, dat zijn wel dingen die ik dan wel moet weten. En als ik dan zie, Erik duikt eronder en die ziet meteen dat die boiler natuurlijk afgesloten is. Dat die waarschijnlijk of lek is of het niet meer heb gedaan. Ja. En dan moet hij eruit en dan moet er een nieuw voorin terug. Moet gewoon origineel terug. Moet gewoon origineel weer terug. En dan hou je natuurlijk ook veel meer ruimte in je motorruimte. Ja. Ja. En dan is het zo minder, als je gaat varen, je gaat het klotsen en het doet, en je hebt ook een kans dat het ook maar om een lek gaat. Ja. Dus dat moet toch aangepast worden. Ja. Nou ja, je kan niet eens op een normale manier kan je kop inpeilen, dus dat is heel raar. Ja. Ja, dat luchtfilter dat moet je ook eraf halen, hè. Die moet je even een flinke bak met wat vetten gooien. Ja. Nou ja, en wij gaan in de toekomst best wel veel varen. Ja, tuurlijk. En ik ben blij dat Erik ook zegt zo'n DAF 615 wel verouderde motor is, maar die kan natuurlijk best wel kan wel wat hebben. Ja. Hè? Die kan wel wat hebben. Nou, we gaan een heleboel verbouwen. Pootjes erop. Ja. Niet erin vallen.
kroeg. Ja, helemaal goed. Mooi. Zat er buiten woordkamer leuk? Sorry? Nee. Nee, nee. Nee, wij doen niks hoor. Ja. Vindt u het erg als ik u film? Nee, tuurlijk. Nee? Oké. Okay. Gaat het wel geld kosten? Ja, dat snap ik, ja. Een handtekening is nog duurder. U wil een handtekening van mij? Eens even kijken. Zit die kraan daar? Dat is op zijn buik. Nou, dan kunnen we gelijk even naar de kachel kijken, als die toch open is. Ja, misschien kunnen we meteen even aan. Ja, laat hem maar even lopen. Dat weet ik even niet. Oh. Ja, het eigenaar heeft verteld over de telefoon. Hè? Had die eigenaar net verteld over de telefoon. Maar de kachel doet wel. Ja, het zou controleren. Ja. Oh ja. Ja? Wat zit eigenlijk? Diesel voor de kachel. Diesel voor de kachel, denk ik. Oh. Ja. En Want er is ook nog een kachel die moet daar nog. Die zit daarin. En die moet er nog de uitlaat van doen. Oh. Dat is een Webasto, als het goed is. Ja, maar dit is er ook een Webasto? Dat weet ik niet. Er zitten er twee van die dingen in dan? Hij heeft twee kachels. En wat doe je daarnaast? Nou, dan moeten we die andere ook nog even vinden dan. Zo. Alles open. Alles gaat nog open. Ja. Klinkt al beter, hè? Ja. Geruststellender. Ja. Ja. Rust. Rust, ja. Brandstofpomp is kapot. Brandstofpomp, ja. Ja. Dus die moet vervangen worden, brandstofpomp. Ja. Ja, of gereviseerd, een van de twee. Ja. Want die slaat op hol. Ja. Ja, zijn kameraad van de eigenaar zei het ook in de... Oh, ja. Die wisten dat al. Ik zou hem laten reviseren. De brandstofpomp. Ja, die is niet goed, hè? Ja, met varen is het geen probleem. Het is alleen als... Ja, maar van mijn varen krijgt hij druk op zijn schroef. En, ja. Ja. Ja, nou, dat moet gewoon goed. Ja. Dat moet gewoon goed. Oké, zullen we nog even één ding testen? Even de kachel nog even? Ja, een kachel even aan. Een kachel nog even aan. Het zou wel fijn zijn als het een beetje warmer wordt hier. Ja. En dan een bak koffie. En, hier zit nog een kachel. Ik geloof dat dit dan... je hebt die als reserve gekocht. Hier zit nog een kachel. Ja. Dat is ook een diesel. Ja. Maar er is de uitlaat van kapot. Die moet nog aangesloten worden, ja. Oh. Ook een Ebersbagger. Okay. Ja. Hier zit de kachel in. Maar er zat vroeger een andere kachel in, maar om te vervangen was te duur. Toen zijn ze maar gaan klooien met die goedkope dingetjes. Ja. En die radiatoren, die hangen er natuurlijk allemaal nog die in. Die hangen er allemaal nog in, die heb ik ook gezien, hè. Dus die moeten eigenlijk allemaal eruit. Eigenlijk alle lege leidingen eruit. Een kleine cabola in of zo, hè. Ja. 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 Martin. Ik zie jou, steeds chagrijnig gaan kijken. Ja, dat zijn net even die dingen die je dan niet wil als je zo'n zaterdag start. Ja. En het is een hartstikke leuke boot. Ja. Nou ja, maar, dat geeft wel niet. Nee, dat geeft ook niet. Nee. Maar ik heb wel weer wat te doen wat ik niet wou. Of wat ik niet wilde. Nou, we hebben de boot gezien. Wat? Ja, sorry hoor, maar ik loop die boot een beetje af te zeiken, maar dat is ook de bedoeling, hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat de bedoeling. Kijk, de boot op zich, ja. Ik vind hem van binnen echt heel mooi. Ja.
En ik ben zo blij dat je meegaat, omdat je me laat zien ook waar we op moeten letten. Ja. Maar ik vind het nog steeds een mooi waard. Nou ja, dan gaan we een praatje maken. Ja, toch? Ja, dan gaan we even... Even zitten ervoor. Kijken wat er allemaal moet gebeuren. Ja, even een optelsommetje maken. En dan kan jij een bod gaan doen. Ja. Ja. En ik, zo om me heen heb ik wel een aantal van dezelfde boten gezien. En ik weet ongeveer wat de prijsmarkt daarvan is. Ja. En nou, ik denk dat we wel met een goed bod moeten komen. Ja. Ja. Maar ik wil hem wel graag. Nou, maar ik moet niet te verliefd worden. Laten we eerst even een bod doen die, waar die meneer eigenlijk een beetje... Verschrikt. Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook de handel. Mensen willen dan uiteindelijk geld hebben. En dat geld kun je maar één keer uitgeven. Ja. En dan probeer je zoveel mogelijk eruit te halen. Wat voor jezelf in de voordeel ligt natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk de handel. Ja. Het is voor mij niet de handel. Ik wil hier gewoon mee varen. Precies. We willen allemaal een leuk seizoen tegemoet gaan. Hè? Ja, toch? Ja, en de koffie moet bruin zijn. En de prijs is goed. Ja. Nou, dan zeggen wij duimpie. Duimpie. En ja, ik denk dat Martin de boot wel koopt, alleen voor de prijs. Dan moeten we nog even onderhandelen. Ja, dus we gaan dat horen. We gaan doen. Nou, doei boot. Kijk, nog een bootje zat. Ja. Ja, maar verder ziet hij er wel goed uit aan de onderkant. Ja. Dus heb je met een polyester ding, dan moet je weer vocht. Is dat een osmose of is dat gewoon... Nee, dan zit er veel vocht in het polyester. Oh. Dus je moet eerst gekeurd worden voordat je hem koopt. Ja. Dan doen ze een dingetje tegenaan en dan kan je de vocht meten. Ja. Nou, gefeliciteerd hè. Dankjewel. Dankjewel. En dank je voor het advies. En het heeft echt geholpen. Ja hè? Ja, echt eerlijk is eerlijk. Want je wordt verliefd op een boot, maar je bent echt, je hebt uitgelegd waar ik op moest letten. En we zijn er met de eigenaar overeen gekomen om het voor een mooi bedrag te kopen. Mooi. Ja, zo is het. Nou, dan zeggen we. Bedankt. Super, dankjewel. Even wachten. Ja, nee, ik moet even een selfie maken. We zijn allemaal op de selfie. Ja, we zijn met Jolan, ik zie je niet. Oh, ja. Ja, leden, ja. Oh, ja. Als hij straks om een tumble vraagt. Nou, wel thuis. Ja. Ik ben nogmaals onwijs gefeliciteerd. Duimpje abonneren. Dankjewel, hè. Abonneer op dit kanaal. En wij komen allemaal van de zomer naar Dordrecht. Oh, leuk. Ja, en anders komen wij naar Loosdrecht. Ja, ook leuk. Zijn we ook heel lang niet geweest, hè. Doei. Maar dat gaan we doen. Dankjewel, lieve schat. Leuk.